Hallo en welkom bij de Breas tutorial serie. In deze video geven we uitleg over de intermitterende positieve druk ademhaling of IPPB modus op de Clearway 2. IPPB is een flowgestuurde drukcyclusmodus. De meest gebruikte instellingen zijn flow instelling, maximale inspiratoire Drukinstelling en trigger niveau instelling. Bij IPPB activeert een patiënt een ademhaling die wordt ondersteund door de clearway 2 door de ingestelde flow. Wanneer de maximale inspiratoire drukinstelling is bereikt, schakelt de clearway 2 naar nul druk en zal niets doen totdat een andere ademhaling wordt getriggerd. Met de IPPB-modus kunnen clinici de druk instellen die aan de patiënt moet worden geleverd, de lengte van de inademing en de stijghelling van de geleverde inademing, samen met een triggergevoeligheid. Het verhogen van de maximale drukinstelling of het verlagen van de flowinstelling betekent dat de patiënt een langere adem krijgt. Evenzo zal het verlagen van de maximale drukinstelling of het verhogen van de flowinstelling betekenen dat de patiënt een kortere ademteug krijgt. Hoewel het niet veranderen van de drukinstelling. Maar het verlagen van de flow-instelling zal betekenen dat een langere ademhaling langzamer wordt afgegeven dan bij een hogere flow-instelling. IPPB is een perifere luchtwegklaringstechniek. Het doel van IPPB is het verminderen van de ademhalingsarbeid door het verminderen van de mechanische belasting, verbetering van de verdeling van de ventilatie, verbetering van de arteriële bloedgasspanningen met een verhoogd tidal volume. Verbetering van de vernevelde medicijnafgifte wanneer een T-stuk wordt toegevoegd aan het IPPB-circuit. Als u de IPPB-modus op de Clearway 2 wilt gebruiken, plaats het apparaat op een schoon, vlak, hard oppervlak. Sluit aan op het lichtnet en schakel de Clearway 2 in. Druk op de groene controleknop om te bevestigen dat u het juiste circuit gebruikt. In de IPPB-modus moet een circuit met een lekpoort worden gebruikt. Als u zich nog niet in de IPPB-modus bevindt, drukt u op de modusknop in de linkerbenedenhoek van het touchscreen. Selecteer vervolgens IPPB nadat u het patiëntprogramma al in de juiste instellingen hebt gezet met behulp van de touchscreen knoppen. IPPB wordt vaak aan een patiënt gegeven met behulp van een mondstukinterface. Een neusklem kan indien nodig ook worden gebruikt om te voorkomen dat lucht rechtstreeks uit de neus ontsnapt. Het is niet nodig om op de start-stop knop te drukken in de IPPB-modus, omdat de Clearway 2 klaar is om een ademhaling ondersteuning te geven zodra u de modus opent. De aanpassingen van de instellingen zijn dynamisch. Dit betekent dat u instellingen kunt wijzigen terwijl iemand de clearway 2 gebruikt en ze worden onmiddellijk gewijzigd terwijl de patiënt het toestel gebruikt. We hopen dat je genoten hebt van deze video. Voor meer informatie en video's over het gebruik van de ClearWay 2 kunt u terecht op onze website educationbybreas.com. Bedankt voor het kijken.